Jordan Henderson naar Ajax. In eerste instantie moest ik een beetje denken aan die situatie destijds met Samuel Eto'o. Dit is volgens mij wel een stukje concreter, ja. Die man moest er nog gesproken worden en een akkoord zien te komen. Ja, wat ik heb begrepen, je hoort zo wel eens wat, is dat er al meerdere gesprekken zijn geweest en dat men probeert om een persoonlijk akkoord te bereiken. Maar ja, het feit dat er dus meerdere gesprekken zijn geweest vertelt mij wel dat het bloedserieus is, want anders ga je geen meerdere gesprekken voeren met elkaar. En hij hoeft niet de hoofdprijs te kosten qua transfersom, wat ik zo hoor. Wel in salaris zal die enorm naar beneden moeten. Wellicht dat ze creatief zijn met tekenbonussen of prestatiebonussen of wat dan ook. Ja, laten we hopen dat het rondkomt, want hoe langer ik erover nadenk, hoe interessanter ik die transfer zou vinden. Want het is wel in veel opzichten, denk ik, echt een juiste versterking voor Ajax.